de Chinese vereniging SQUA en de Kamer van Koophandel en Fabrieken, KKF, die zijn Chinese ondernemers tegemoet gekomen door een mobiele unit op te zetten bij de Chinese vereniging Kongi Tongsang. Vanwege de taalbarrière ondervonden zij vaak heel veel problemen bij KKF wanneer zij daar kwamen voor hun zaken. Vandaar dat er in samenwerking met SQUA, Kongi Tongsang en KKF de mobiele unit daar is opgezet bij Kongi Tongsang. SQUA een organisatie is waar de Chinese vereniging en meer dan 1000 leden en meer dan 1000 winkels zijn aangesloten. 生活落地生根开始创业在外面各种牌照执照进建的时候因为语言的障碍和复杂的手续对我们华人商业的发展构成了一定的困难和影响 Sinds de komst van de eerste groep Chinezen naar Suriname waren zij daar niet gebleven om te vestigen. En zo zijn ze begonnen met de handel en starten van hun business. Maar vanwege de taalbarrière en de ingewikkelde procedures ondervinden de Chinese handelaren bij het aanvragen en het regelen van de verschillende vergunningen en documenten heel veel stagnaties.想要营造一个更好、更能帮助我们华人的机构，在一年多以前，我们苏华总会开始筹备、策划成立我们属下的华商联盟商会。 Bij de volgende wil de SQUA altijd dat er een organisatie aanwezig moet zijn die de Chinezen hiermee hun problemen kunnen helpen. Een jaar geleden begon SQUA met het voorbereiden en plannen van de oprichting van zo'n organisatie die aangesloten is bij KKF. Bij de voorbereiding van SQUA met 经过和十三会的多次的拆商，最后在十三会和十三会领导的大力支持和帮助下，Tijdens de voorbereidingen zijn er heel veel tegenslagen en moeilijkheden ondervonden. Na veel overleg met de leden van KKF, de leidinggevende van KKF, is het uiteindelijk gelukt om dan samen met KKF partners te worden. 今天华商人盟这个商会终于成立，苏华总会将和十商会成为了建设合作伙伴。 In de toekomst zullen dan KKF en SQUA een reeks van samenwerkingsplannen uitvoeren. 苏华总会和十三会将有一连串的合作计划，服务侨商。In the toekomst zullen er een taal van samenwerkingsplannen uitgevoerd worden en om de Chinezen naar tegen te komen om hun zaken kunnen regelen. 今天第一个项目是按照我们侨胞的时间。 轮流的再过桥船，设立办事处。今天我们就在港一航开始我们第一天的工作。 The eerste samenwerkingsproject is rekening houden met de tijd en ook de behoeften van de Chinese handelaren. Zal er bij
Chinese vereniging van Tongsang een kantoor opgezet worden om dan de aanvragen of het indienen van documenten voor hun bedrijf. The squad hoped in the Tong's near samenwerking plannen zullen hebben met KGF, zodoende om voor de bedrijven en handelaren meer zakelijke belangen en rechten te zullen behartigen. Vandaag is een belangrijk moment. We hadden dit al lang gepland. Er was al een tijdje dat de vriend verzoek op tafel van de kamer komen hebben gezet. En vandaag is het moment gebroken dat wij vandaag. Gaat u vertalen of kan ik doorgaan? Oké. Vandaag is het moment dat we een locatie, een filiaal, laten we zeggen een soort filiaal, gaan openen bij die van de Chinese verenigingen. We gaan natuurlijk eerst beginnen met de drie grootste verenigingen, waar we één keer per week aanwezig zullen zijn en dan al hun informatie of de vergunning. Hierin. We willen de vereniging ook bedanken dat ze ons hebben gevraagd om deze ondersteuning te geven. Het is heel belangrijk voor de Kamer dat we ook naar jullie kunnen te komen om dit voor te bereiden. In samenwerking met de grootste organisatie, de Chinese organisatie, KOA, hebben we ook onderdelen. Over, of zij hebben onderdelen geopend, coöperatieve verenigingen, waar zij zichzelf geverenigd hebben om op te komen op de Chinese gemeenschap.